Helemaal, en wat leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Level 1 avonturen. En zoals jullie weten, ik ben geëindigd in de prison. Ja, mijn eigen schuld. En ik wilde dat ook. En hou op met Teamspeak berichten te sturen, want dat vind ik niet leuk. Maar goed, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Ik moet nog overgeplaatst worden naar de celblok A, B of C. Zodra dat gebeurt, laat ik weer van me horen. Laat even een like achter. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel gauw weer. Na een paar seconden, want uiteindelijk, ja, het duurt voor mij misschien heel lang, maar de video is sneller, dus tot zo. Wow, ik ben gereleased, hallo. Ik ga wel even snel eten natuurlijk. Ik word overgezet, hopelijk. Zijn mensen zijn eruit gegooid namelijk. Hoi. Nou gaat het allemaal op een andere manier, hè. Normaal werd het altijd gewoon overspringen. Ik moet springen. Daar krijg ik alleen maar honger van. Ja, hoe lang moet ik springen dan? Hoe lang dan? Ik blijf wel bewegen voordat hij denkt dat ik iets te verbergen heb. Ik zit eruit. Gedaan. Oké. Okay. Nou, dit is voor het eerst dat ik in de prison kom op een normale manier. En ik kan je vertellen, het gaat best oneerlijk. Het is namelijk zo dat mensen binnen werden gebracht net. En die mochten wel ineens gewoon als eerste er weer uit. En dat was echt heel oneerlijk. Ik snap echt gewoon precies hoe iemand zich voelt die hier net inkomt. Of dagen zitten wachten. Het is echt niet leuk. Maar ja, goed. Ik heb nog niet een prisonnaam. Het is wel zo voorgekomen... Oh ja, meneer. Ik moet bekennen dat ik de boete nog niet heb betaald. Die Veronique had het vergeten. Ja, ik denk, zeg het maar even eerlijk. Ik moet nog 5k betalen. Nog 5k betalen. En ik hoop dat dat een beetje in mijn voordeel werkt ofzo. Smokkelen in prison 20k boete zie ik op een bordje staan. Ik twijfel of dit wel doorgaat of niet, want het duurt best wel lang. Ik ben mijn geld wel kwijt, level is nog steeds 1. Mijn naam is nog niet veranderd. Is nu veranderd, laat maar. Ja, dat dus. En mijn level is ook 0. Had je gelezen? Benieuwd of je wat heeft gelezen. Ik ben heel eerlijk. You're welcome. Nou. Koffer mee. Dan ben je hem. En de inhoud kwijt. Serieus? Wow. Wow. Hoe komt die daar? Is dat niet gehackt of zo? Oké, ik kan je vertellen, er is gisteren een hacker geweest en die heeft mij kip gegeven. Ik loop maar door, ik weet de route eigenlijk al, maar ja, dat moeten hun niet weten. Oké. Ik kan niet zo snel lopen, want ik heb niet zoveel spullen of eten en zo. Oh, dat is echt noob. Oh my god, het duurt lang met deze fitheid, joh. Oké, ik ga me afvragen. Ga ik me hier gedragen of ga ik me hier echt misdragen? Ik ben echt heel benieuwd wat ik ga doen. Ik weet het eigenlijk zelf nog niet. Oh, die boom is weer heel dus. Oh mijn god, ik ben echt zo lang niet geweest. Wat is dat? Oh, dan kan je op zitten of zo. Oh, ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. De deuren zijn ook nog helemaal veranderd, jongens. Groot. In A? Zit ik in A? Serieus? Hey! Oh. Dan niet in cel 5, hè? Oh, cel 3. Oh my god. Kan niet open. Oké. Okay. Dit is mijn cel. Je wordt er vanavond op toegevoegd. Oké. Okay. Dank je. Woe!
Prison Regels 2.0. Jongens. Oh. Oké. Okay. Komt goed. Goed. Oh, oké. Okay. Ik doe net of ik er niks weet. Je zit tot 25.9. Ah. Oké. Okay. Jij ook. Oh my god. Oké, okay, de regels. Ik ken ze natuurlijk al. Oh mijn god. Ja, la 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 la. Dit hebben we allemaal al een keer gelezen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik zal die kleding maar even aandoen dan. Even deze flesjes even vullen. Zo. Cel 3. En ik had cel 5, hè. Dit was mijn celletje. Oh my god. Wow, wat is hier gebeurd? Dit is echt veel groter geworden. Wat is hier gebeurd? Wow. Oh, wat is dit veranderd? Er is een heel stuk bijgekomen, jongens. Wat? Het liep bij mij maar tot cel 8. Tot hier. Dit. Hi. Wat is dit veranderd? Zijn er ook ergens nog wat regels of zo? Ik weet niet of diegene wil praten, maar ik ga straks uit de chat eens. En dan. Ja, komt goed. Ik zal even verkennen. Oké, wat is. Oeh, onderwijs. No! Ik ga echt niet in onderwijs. Nee, wat is dit? Zilvercoin. Oké, okay, want. Misschien geeft ze een tip nu. Oh, oké, okay, geen tip. Geen tip. Oké, okay. Dit is echt zo veranderd. Maar zijn er ook ergens regels of. No, OCD. Oh. Oké, okay, ik moet het niet te veel zeggen, want dan denken ze misschien dat ik maatje ben. Oh my god, het is zo wennen dit. Wat is dit? Infobord. Zorg dat je prison outfit altijd compleet is en zo is. Zo niet krijg je een boete of andere sanctie. Maximaal 1 kleding setje per cel. Heb je meerdere setjes, dan kan dit ook een forse boete op de. Sorry dat ik dat met mijn main account toen deed. Daardoor zijn deze regels er, denk ik. Vraag een spreken guard of riot aan. Vraag niet alles aan de warden en aan de head guard. Vraag een spreek een guard of riot aan. Oké. Okay. Het is hier echt zo veranderd, jongens. Oké, okay, ik moet niet te veel rennen, want ik heb niet zoveel eten. Dit krijg ik ook niet zomaar eten van mensen, want mensen kennen me niet. Ik zal even naar mijn allereerste celletje toe, trouwens. Die ik ooit als eerste had. En dat was. Wat? Die nummers zijn helemaal veranderd. Maar ja, dat was deze. Dat was toen nog cel 26. Hier. Hier begon ik. Mijn hele avontuur. En toen ging ik naar cel 5. Dat is daar. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is die. En nu zit ik in 3. Leuk. Oh my god. Nou, ik ga even kijken wat ik ga doen hier als, als prisoner. Of ik me ga gedragen of dat ik me juist niet ga gedragen. Ik ga eventjes. Dat, ja, ik weet niet precies wie er allemaal zitten hier, maar ik ga het eventjes peilen en dan ja, weet ik wat ik ga doen. Het is echt zo veranderd. Wat is dit? Deze tunnel gaat elke avond open. Regels uitloggen in de gang of ander celblok levert je een Jill van. Oh, Jill in de ISO op. Wat is dit dan? Zit daar kei serieus dan de anderen toe of zo? Nou ja, dat gaan we dus even uittesten binnenkort. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Het is niet zo'n hele lange aflevering geworden, maar ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. En ja, we gaan weer een nieuw prison avontuur beleven, jongens. Het is wel tot de 25e. De whitelist die verloopt eerder, denk ik. Dus ik weet niet. We zien wel hoe het aan gaat eindigen. Like alvast even. Nee, like alvast. Ja, like alvast de volgende video.
Nee, like deze video. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En sorry dat ik een beetje in de war ben, maar ik kom net uit het ziekenhuis. Ik heb de hele dag op de eerste hulp gelegen. En ik ben gewoon heel moe. Dus daarom lukt het even niet zo goed. Toch bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.